A man without a job. An old man without a job. He wants to work, but they don't want him to work. So, can he change the work. Mijn naam is Isidoor van Apeldoorn. Ik ben geboren in Zwolle. Ik ben heel erg... ik ben 49 op dit moment. Ik heb heel veel ervaring ook opgedaan in het lastwerk. Ik heb mijn opleidingen heb ik gedaan in 1985. Heb ik eerst elektrisch lassen gedaan en toen autogeen lassen. Ik heb eerst bij een bedrijf in Zwolle gewerkt, wat bakkenlassen waar een normale liter het zout in gaat voor wat je altijd wel bij de wegen ziet rijden, die grote zandstrooiers, die bakken die erop staan, die heb ik in elkaar gelast. Dat ging allemaal heel goed. En wat ik op dat moment van het werk vond, dat vond ik eigenlijk wel leuk, maar echt mijn ambitie is nog steeds in het hout. En sinds ik werkeloos ben, doe ik alleen eigenlijk maar in hout. Ik heb de metaal heb ik eigenlijk vaarwel gezegd. Ik ben sinds 2003 ben ik werkeloos. En dat vind ik heel erg vervelend. Want qua financiële situatie wordt het alleen maar slechter als je in de werkeloosheid zit. Ik vind dat niet leuk. Ik werk liever dan dat ik mijn hand ophaal. Ik vind het niet leuk om werkeloos te zijn, want je wordt als het ware een beetje buiten de maatschappij gezet. De maatschappij denkt van, och, dan heb je weer zo iemand die helemaal niks meer doet. Ik vind dat heel vervelend om nou werkeloos te zijn, want wat ik net al zei, je komt buiten de maatschappij te staan. En ik vind dat heel vervelend, want je kunt doen en laten wat je wilt, maar iedereen kijkt je toch een beetje met de nek aan. Als je dan zegt van ik ben werkeloos, dan hebben de mensen de neiging om weg te draaien, om je niet meer als vol aan te zien. Er moet alleen maar gewerkt worden in dit land en als je werkeloos bent, dan is het over. En dat vind ik heel vervelend, want mensen zoals ik kunnen eigenlijk heel goed aan het werk komen. Alleen, ik heb al heel veel gesolliciteerd. Alleen maar omdat ik op een bepaalde leeftijd ben, is het klaar en over. Want de maatschappij wil je niet meer. Om aan het werk te komen, probeer ik in de krant te kijken, in de kranten die ik hier in de bus krijg, de gratis krant. Want een abonnement op een krant, dat wil absoluut niet, want daar heb ik gewoon geen geld voor. Ik heb tot nu toe ongeveer 600 sollicitaties gedaan, waarvan ik er op 5 een reactie heb gehad. Van, wij hebben voor u iemand anders gevonden. En dan lees ik altijd tussen de regels door, want de maatschappij mag niet zeggen dat je te oud bent om een baan aan te kunnen. Dus zeggen ze van, we hebben voor u een jonger iemand. Dat is dan altijd een soortement van dat ze juridisch beter staan dan dat ze zeggen van je bent te oud. Want als ze dat zeggen, zijn ze strafbaar. Ik doe vrijwilligerswerk. En het vrijwilligerswerk doe je gewoon ook vrijwillig. Ik ben erbij gekomen doordat ik mij een keer heb aangemeld voor vrijwilligerswerk hier in de wijk bij mij. En dat is mij heel goed bevallen. De kant heb ik een poosje vrijwillig gelopen en dat is om iemand anders te ontlasten. Die deed het nou al zo lang dat hij aan mij gevraagd werd van wil jij het niet een weekje doen? En toen heb ik gezegd van nou joh, dat is prima. Nou, dat is dus een van de klussen die ik ook gedaan heb voor vrijwilligerswerk. Ja, die staan we dan bij de krant. De bijlages in te vullen. Ik heb te weinig bijlages. Dan moet ik eens even kijken of er hier nog wat bijlagen is. Ik heb te weinig spectrums. Hoe kan dat? Ik heb er een stuk of 68 heb ik er te weinig. Oké, doe ik. Ja, oké, doe ik. Dat is wel van jouw stapel dan. Ik weet niet... Oké, prima, dan doe ik dat. Ik ga nou van haar stapel pakken. Want ze heeft tegen mij gezegd van, pak daar maar van. Uit. Want? Doe maar even uit. Want? Ik ben met de verkeerde straat bij. Ik denk dat het een beetje onwennig was op de zaterdag. Want je bent de hele week bezig met dezelfde straten. Alleen op de zaterdag hebben sommige mensen daar een zaterdagabonnement op. En dan is het op een of andere manier toch weer anders als door de week. En ik denk dat ik daarom een fout heb gemaakt, omdat je hebt een bepaalde gewenning en dan moet je plotseling wat anders gaan doen. Ja, dag Dini. Je spreekt even weer met Isidoor. Ik ben op de verkeerde straat begonnen per vergissing. En ik denk dat het onwennigheid is. Ik heb 13 klanten, heb ik nu verkeerde zorg. Is het depot nog 13? Dat voelt niet zo erg prettig. Want je wilt die andere persoon waarbij je het van overgenomen hebt, wil je niet in een kwaad daglicht stellen. Dini heeft net mij gezegd van dat ik maar even naar het depot moet komen en dan 13 nieuwe kranten moet pakken. En dan beginnen we gewoon opnieuw. Ik wil naar boven toe lopen. Ik ben nog altijd. Nou, met kranten lopen was het ook zo dat je een bepaalde wijk in Holtenbroek zijn trappetjes. Dan moet je een tree of 10 moet je naar boven toe en dat is zo verdomd vervelend. Zo moest ik die brievenbussen hier doen. Ik ben nog altijd. Een hele goedkope en hele mooie oplossing is dan gewoon een brievenbus neer te zetten zoals je bij boerderijen en zo hebt zitten. Is dat een hele goede oplossing en de mensen hoeven nog maar een heel klein stukje te lopen. Te lui om naar beneden te doen. Kuthek. Ondanks alles... een half uur, toch nog maar een half uurtje te laat, 25 minuten. Nou, dat ging toch heel goed. Ondanks alle probleempjes bij de huizen en verkeerd bezorgen. En ja, vind ik het toch wel heel erg fijn dat ik toch nog maar 25 minuten te laat ben. En ik ga nou naar huis. Dus, hoi! We gaan nou naar mijn vriendin toe. Dan ga ik de boel schoonmaken. Met een hoge drukspruit. Dat is echt nodig om dat te gaan doen, want de boel is daar groen. Ik heb hier de vingers heb ik hier al in de hand. Dragen is makkelijker als hem rollen. De reden waarom we dat gaan doen, het is, is erg groen daar. En dat gaan we nou dus gaan schoonspuiten. We gaan naar de markt nou. Eén keer in de week ga ik daar naartoe om groente en fruit te kopen. Daar gaan we nou naartoe. De reden dat ik het doe, dat is dat het op de markt goedkoper is. En naar mijn idee verser. Dus dat gaan we nou doen. Het rare van alles is dat we ook nog een parkeerkaartje moeten pakken. Anders dan gaan we een bekeuring krijgen en dat willen we niet. Nou, gelukkig heb ik altijd 50 cent bij me om dat ook te doen. Zo. Goedemorgen, wat zie jij er mooi uit? Wat ben je mooi kaal, joh! Ik ga nou de prei pakken. Ik ken deze groenteboer ken ik heel goed. Ik kom hier al een jaartje of 20. Dus dan zegt hij altijd tegen mij van, nou, wat je nodig hebt, dan pak je maar en dan rekenen we maar af. Nou, dat doen we nou. 14, 15. 7 jaar niet daar, hartstikke fijn, bedankt. Nee, het is oh, sorry. Dank je. We zijn nu op weg naar wat ik in de winterperiode iedere zaterdag doe. Dat is dat ik aan het knotten ben. En het knotten, dat betekent dat ik stammen van takken omdoe. Die plastic zak die doe ik erin omdat ze nu een beetje lek zijn en omdat dan op de voeten warmer blijven. Wij doen dit om te voorkomen dat de knotters die er nog staan, dat zijn al wel oude bomen zijn dat, om te voorkomen dat ze inscheuren. En dat ik doe het omdat ik het leuk vind en omdat ik dan ook een beetje kan afvallen. Daar doe ik het ook voor een beetje. Gewoon lekker beweging in de winter. Nou, ik vind het leuk om te zagen en om onder de mensen te zijn. Dus ik heb toch wel een beetje een kringetje is er van vaste mensen die het doen. Dus en dat gaan we doen nu. Isidoor van Apeldoorn, werkloos, maar heeft toch altijd wat te doen. Staat altijd voor iedereen klaar en doet alles voor iedereen. Van krantenlopen tot schoonmaken, van houtje tot meubelstuk. Hoe kan het dat deze man werkloos is?